seizoen hebben gedraaid. En ze hebben zich, zoals ze hier staan, met z'n allen stuk voor stuk allemaal ontzettend ontwikkeld. En daar zijn we toch nog heel erg trots op. Maar als, hoe zeg je dat, kerst op de taart, slagroom, weet ik wel zoiets. Was toch wel afgelopen zaterdag de districtsfinale van dit seizoen. Waar wij met 7 turksters naartoe zijn gegaan. En waar 3 van hen zelfs op het erepodium plaats hebben mogen nemen. En deze 3 dames willen we toch even vanmiddag naar voren halen. Omdat ze toch een prachtig visitekaartje voor onze vereniging hebben afgegeven. Dus Carlijn, Sophie en Julia willen jullie even hier komen. Ja, de verantwoordelijkheid van deze groep overgenomen van een grote programmeer. Ik weet al niet of hier is vanmiddag. Oh, die is in Noorwegen. Nou ja, ze is op afstand verschrikkelijk trots op Eline en jullie en al hun pupillen. En jullie hebben vorige week op het erepodium mogen staan. Maar het is natuurlijk nog leuk om even voor al jullie eigen fans en familie hier nog een keer een bedrijf te gaan hebben. Dus ik wil jullie zo graag omhangen. En dan rijden we natuurlijk nog een heel hard applaus en dan mogen we alsnog met z'n allen afleggen.